Dag, waarde <laughs> <laughs> luisteraars. Ja. Uh, en kijkers. Ik, en, en kijkers, ja, ja, natuurlijk. Ja. ja, nee, het wordt allemaal opgenomen. Ja. Uh, ik zit hier met Rutger Bregman, auteur van het boek uh, De meeste mensen deugen. <laughs> en nu ook auteur van het boek Morele ambitie. Stop met het verspillen van je talent en maak werk van je idealen. Ja, je hebt een boek geschreven. Zo is het. Uh, Mensen zeggen er positieve dingen over. Ik lees hier Krachtig en inspirerend, Mabel van Oranje. Ik lees Confronterend. Bas Heijnen. Ik lees Ik verlang naar een wereld waarin we zonder Rutger Brechtman kunnen. Joort Kelder. Ja, die is mooi. Hè? Die is mooi, ja. Uh, Je ja, hebt een boek geschreven. En uh, daar gaan we, ga ik je over interviewen. Mooi, hè? Uh, ik kijk Rutger. hier enorm naar Je ja? weet dat dit altijd mijn uh, favoriete podcast is. Nou, het wordt een hele weer een favoriete genre kritiekloze podcast. We gaan er alles aan doen om dit mooi in de verf te ik zetten. Ik dacht, dit wordt een Tyler Kouwenachtige podcast. Ben je gek zeg? Een, 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 een super nerdy podcast. Ja? Nou, we gaan het gewoon eventjes gewoon door het boek heen lopen. Misschien okay. is het leuk om daar ook mee te beginnen. Wat heb jij tegen mensen die compassie oefenen op een yoga matje? Ja, daar, daar begint het mee. Ja. Uh, Mathieu Ricard, een boeddhistische monnik, ja. uh, die uh, werd bekend als de gelukkigste man op aarde. omdat hij, wat is het, 60.000 uur had gemediteerd. En ze legden hem in een hersenscanner en ze dachten: wow. Dit is echt ongelooflijk. En hoe zie je dat in een hersenscanner? Nou ja, dat is natuurlijk of... ook. Je moet wel die dodgy hersenscience natuurlijk geloven. Ja. Maar laten we even. Uh, aannemen dat het klopt. Ja, aannemen dat het klopt. Het idee is dat zeg maar, het deel in zijn brein. dat gaat over de positieve gedachten. dat hij uh, ja, heel erg oplichtte. Okay. En het deel in zijn brein. dat gaat over de negatieve gedachten. dat daar vrijwel niks te zien was. Ja. Dus dat was rond 2006, 2007. werd hij wereldwijd gebombardeerd tot de gelukkigste man op aarde. Ted Talks alles. Ja, precies. En ik weet nog dat ik daar uh, voor het eerst over las... en dat ik, dat ik een beetje boos werd. Dat ik dacht van... joh, jij hebt dus 60.000 uur in je eigen hoofd gezeten. Ja. Dat zijn 30, 30 arbeidsjaren. Uh, en je hebt al die tijd ja, ben je gefaciliteerd door anderen. Heeft iemand anders neem ik aan je boterham gesmeerd... en heb je niks gedaan voor de wereld. Um, dus dit boek gaat een beetje over het tegenovergestelde ideaal. Ja. Dat je die 60.000 uur, of het zijn zelfs 80.000 uur, zijn hele carrière. inzet om de wereld. Een veel betere plek te maken. Ja, want dat is meteen het volgende hoofdstuk. Dan zeg je, de grootste verspilling van onze tijd is de verspilling van talent. Ik geloof dat deze Mathieu Ricard, wat was hij ooit? Biotechnoloog of zo? Ik geloof ja, 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 ja. Ja, bij het instituut Pasteur. Zeer veelbelovende wetenschappelijke carrière, dat heeft hij opgegeven. Ik moet wel zeggen, voor de ricard lovers, ja. in de epiloog van het boek kom ik er nog op terug, want het is eigenlijk een ontzettend indrukwekkende man. Ja. Die later in zijn leven ook dacht van hm, ik wil mijn compassie ook in de praktijk gaan brengen. En die heeft een stichting opgericht waar die als inkomsten aan doneert. Ja, het is altijd wel... heel vervelend als je zo'n voorbeeld gebruikt. Hè? Dat, ja. dan, dat er dan uiteindelijk toch een klein beetje... Nee, dat, is juist een fijn aan, aan. dat is juist fijn aan een boek. Dat je het helemaal rond kan maken aan het eind. Ja, um, Maar nee, dit is iets wat uh, de vaste luisteraars van de Rudy en Show natuurlijk weten. De, dat uh, de verspilling van talent iets is dat mij al lange tijd fascineert. Wij hebben ooit samen een boekje geschreven, Jesse. Met de titel Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Mm -hmm. Nou, dat ging toen meer over... De essentiële beroepen, zoals we dat zijn gaan noemen tijdens de pandemie. Mm -hmm. een, een ode aan de mensen die het echt belangrijke werk doen. Dat als zij gaan staken, stort het zaakje in. We hadden toen nog die mooie historische parallel van de bankierstaking in 1970 in Ierland. Mm -hmm. um, waarvan werd voorspeld dat, dat het desastreuze gevolgen zou hebben voor de Ierse economie. Maar die, ja, die staking die duurde maanden en bleek niet zo'n heel groot probleem te zijn. De nee. economie groeide gewoon door. Um, ja, en dat. Dat roept wel een bepaalde vraag op. Van, hey, kunnen die hele slimme bankiers in dit geval, of consultants, of bedrijfsadvocaten, of managers, of marketeers? Uh, ja, er zijn er best wel wat die zichzelf misschien ook afvragen van. Hmm, zou ik niet een grotere rol kunnen spelen? In het verbeteren van deze wereld. Ja, want je hebt uh, ook ja, een beetje consultantachtig een handzame matrix gemaakt. Ja. ja. Om ja. mensen die <laughs> niet ambitieus zijn, niet ja. realistisch. Ja, zeker. Ja, nou dat was met, met Rob Wijnberg. Want is het twee jaar geleden of zo zaten we in de zomer een pilsje te drinken. En zo kom je soms op je, op je ideeën. Mm. Ik zei Rob, ja, volgens mij is het probleem ongeveer zo. Dus je hebt twee assen. Je hebt inderdaad hoe idealistisch je bent. En je hebt hoe ambitieus je bent. Mm. Nou, je hebt mensen die zijn nog idealistisch, nog ambitieus. Um, en dan moet je denken aan. Nou ja, 19e eeuwse adel. Nou ja, het eerste waar ik aan zou denken zijn echt de sin-industrie, zoals economen dat noemen. Uh, dus gokindustrie, tabaksindustrie. Daar zit natuurlijk heel veel talent. De, de, de sigaret is het dodelijkste object in de geschiedenis van de menselijke beschaving, mm -hmm. las ik onlangs. Um, en dat is ontworpen door generaties van superslimme designers, marketeers. Dus ambitieus voor Ivo, wel. Ja, ik denk dat die mensen gewoon vooral heel cynisch zijn. Okay. Ik denk niet dat ze op zich als, als, als doel hebben om zoveel mogelijk mensen verslaafd en dood te maken. Hm. Het is helaas wel de consequentie. Maar dat is denk ik ambitieus nog idealistisch. Uh, je hebt ook andere voorbeelden in deze categorie. Denk bijvoorbeeld, Ik moet denken aan de fire-beweging. Je hebt hordes jongeren nu, twintigers en dertigers, die. Geobsedeerd zijn met passief inkomen. Ja, nou, dat vind ik al op zichzelf al heel veelzeggend. Dat soort van je hoogste ideaal is om zo snel mogelijk met pensioen te gaan, zodat je niks meer hoeft bij te dragen. Ja. Er zijn ook wel sympathieke fire-mensen hoor. Zoals uh, onze oud-collega Ernst Jan Fout. Tuurlijk. Ja die, Fout. ja, die denkt er natuurlijk anders over, over al het leuks gesprek met hem over. Maar. Um, uh, dat is denk ik wel herkenbaar. Al die influencers. Want dan ga zo snel mogelijk, weet ik veel, geld verdienen met dropshippen. Ja. Uh, maar zonder echt iets bij te dragen. Uh, wat heb je nog meer? Je hebt echt de, de bullshit jobs. Um, dus er is mooi economisch onderzoek hiernaar gedaan. Uh, Robert Duur, we hebben hem een keer in de podcast gehad. Heeft samen met Max van Lent een paper geschreven over socially useless jobs. Ja. En die hebben denk ik de, uh, de betrouwbaarste. Uh, beste, hoe zeg je dat? Berekening, uh, indicatie gegeven van hoe groot dit fenomeen is. Dus uh, het begrip komt van de antropoloog David Graeber, die zei, een bullshit job is een, is een baan die door degene die hem heeft zelf nutteloos gevonden wordt. Mm -hmm. En um, uit die grote dataset van Max van Lent en Robert Duur blijkt dat we het over ongeveer 25% van de beroepsbevolking hebben. Dus dan heb je het over 8% die het zeker weet en 17% die twijfelt aan het nut van de eigen baan. Ja, en het tuurlijk. is ook heel leuk. Het is ook uitgesplitst uh, per ja, ook categorie proberen, dan. dan ja. ja, en dan zie je inderdaad heel voorspelbaar dat vuilnismensen, politieagenten, verpleegkundigen, dat is echt gewoon letterlijk 0%. Niemand ja. vindt dat daar. Uh, terwijl, ja, als je het meer over. De consultants hebt, de, de bankiers, de marketeers staan het allerhoogst geloven. Die vinden ja. het, hun werk het vaak... Ik moet vaak wel zeggen, geloof. ik zag ook dat de journalisten zichzelf erg laag inschaalden. Misschien vond ik dat dan wel weer gewoon ja. uh, een bord voor je kop index. Ja. Maar goed. Ja, dat zou Karl Marx' vals bewustzijn hebben genoemd. Ja, ja. precies. Ja, ja. 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 Maar goed, dus dat is de, de idealist, nog idealistisch, nog ambitieus categorie. Maar dat is het leuke aan de matrix. Je hebt natuurlijk ook de, de andere opties. Mm -hmm. Je hebt ook mensen die wel ambitieus zijn... Maar niet zo heel idealistisch. Mm -hmm. um, die ken ik misschien ook nog wel een beetje uit mijn studententijd. studententijd weet je wel, mensen die altijd uh, de hoogste cijfers haalden, uh, ondersclasses deden. en toen ook grote dromen en idealen koesterden. maar op de een of andere manier toch op de zuidas zijn terechtgekomen. Mm -hmm. um, ik denk dat veel van die banen niet per se de wereld een slechtere plek maken. Sterker nog, ik denk dat veel van de banen echt wel iets bijdragen. Alleen dat er grote zogenoemde opportunity costs zijn, zoals economen het zouden noemen. Dus ja. er is een grote kloof tussen wat deze mensen in principe zouden kunnen doen met hun talent, wat ze zouden kunnen bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering, loodvergiftiging, de volgende pandemie, noem maar, maar op, mm -hmm. en wat ze daadwerkelijk doen. Um, dus die, ja, die ambitie, die zou ergens anders voor kunnen worden ja. ingezet. En dan heb je nog mensen die wel heel idealistisch zijn, maar niet ambitieus. Ja, precies. Nou, dan moet ik een beetje aan mezelf denken. Eerlijk gezegd ja. was dat ook een beetje de, de reden waarom ik dit boek uh, wilde schrijven. Um, ik zit natuurlijk al uh, tien jaar lang nu in de bewustzijnsbusiness. Uh, ja. ja, hoe lang maken we deze podcast al? Sinds 2016. Ja, zijn we al bewustzijn aan het scheppen? Ja, zijn wij aan het verkondigen hoe het allemaal anders moet? Uh, ideeën aan het lanceren, systeemanalyses, tweets. Posts, artikelen, TED Talks. Um, elke keer, spreek voor jezelf. <laughs> Vanuit de hypothese dat er iets gaat uh, gebeuren. Dat we denken, nou, we hebben het toch weer mooi opgeschreven. Ja. Um, maar gebeurt er ook daadwerkelijk wat mee? Um, ik denk dat ik steeds meer tot de conclusie kwam dat bewustzijn nogal wordt overschat. En dat mensen van alles en nog wat vinden over van alles en nog wat. Maar dat dat niet wil zeggen dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt met die inzichten. Ja. Um, en wat je natuurlijk ook wel ziet in onze links-progressieve bubbel is soms een fixatie op de eigen voetafdruk bijvoorbeeld. Ik bedoel, ben, moet ik ook weer in de spiegel kijken? Mm -hmm. uh, ik bedoel, ik heb artikelen geschreven over stoppen met vlees. Uh, onze collega Jamar Mommers heeft een uh, rammer van een artikel toegeschreven over stoppen met vliegen. Mm -hmm. um, nou ja, stoppen met plastic rietjes geloof ik ook. Uh, geen kinderen krijgen, dat is ook allemaal niet goed. Alleen het, het punt is een beetje dat als je dan alles goed doet en je, je voetafdruk tot nul hebt gereduceerd, dan ja, had je net zo goed niet kunnen bestaan. Hmm. Weet je, dat is dan het hoogste ideaal uh, in, dit, in dit wereldbeeld. En tijdens het schrijven van dit boek ging ik wel steeds meer realiseren van hmm, moeten we het niet juist veel meer hebben over wat je wel doet met de tijd en middelen die je gegeven is. Ja, want je hebt ook ergens in een van de hoofdstukken heb je een soort van... Uh nou ja een manier om te kijken wat zijn dan echt de problemen die uh, die je aan moet pakken wat ja. zijn dingen die je uh, en dan heb je ook eigenlijk wel weer heel consultant de drie o's gezien ja ja, ja, ja ja kun je dat kun je dat even uitleggen ja zeker ja dit dit framework ja wie het precies heeft ontwikkeld dat weet ik eigenlijk niet volgens mij komt het van open philanthropy. dat is zo'n uh, grote uh, Filantropische stichting, ja, zo ook wel weer door Aristoteles. Zijn, <laughs> ja, uiteindelijk, ja, het Aristoteles. Ik zo logisch ja, 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 dat het ja, ja. allemaal. Uh... Anyway, de drie O's. Uh, het idee is dat je focust op problemen die omvangrijk zijn, uh, oplosbaar en onderbelicht. Ja. Dus als ik een paar voorbeelden geef: klimaatverandering is een zeer omvangrijk mondiaal probleem. Mm -hmm. Zeer oplosbaar ook. We weten wat we moeten doen. Ja. Um, is het onderbelicht? Ik zou zeggen: steeds minder. Ja. Wat goed nieuws is. Um, en als je dan echt veel impact wil maken... zou ik binnen klimaatverandering kijken... naar de dingen waar nog te weinig aan gebeuren. Dus ja. in deze podcast hebben we het veel gehad... over bijvoorbeeld de eiwittransitie. Ja. Over nieuwe technologieën die daarvoor nodig zijn. kweekvlees, precisiefermentatie. Nou, dat is denk ik nog zeer onderbelicht. Dus zonnepanelen gaan al heel hard bijvoorbeeld. Ja. Uh, batterijen worden steeds goedkoper. Dat gaat goed. Maar als jij als individu of als kleine groep mensen... een groot verschil wil maken... moet je natuurlijk juist gaan waar weinig mensen gaan. Dat moet je ja. juist doen... Wat niet sexy is, wat het gat in de markt is. Want dat is wel leuk als je het boek leest. Het staat ook echt gewoon vol met allerlei voorbeelden van mensen die dan dat soort dingen echt doen. Waarvan ja. je echt nog nooit hebt gehoord. Dus ja, is, ja. ja, bijvoorbeeld loodvergiftigingen noem jij ook iemand ja. van. Uh, ja. ja, dat vond ik zelf echt een eye-opener. Dus dan heb je het over een jonge vrouw die heet Lucia Coulter. Um, die um, was leerling bij een... Uh, school in Londen. Ik noem dat zelf het uh, Zwijnstijn voor do-gooders. Uh, <laughs> uh, wat zij doen is, uh, ze hebben een team van mensen die doen research naar de vraag: wat zijn nou de problemen die het beste voldoen aan die drie O's mm -hmm. uh, en waar te weinig aan wordt gedaan. En dan gaan ze vervolgens stichtingen oprichten die, um, ja, zoveel mogelijk impact maken. Ze willen eigenlijk, uh, ja, gewoon de, hoe zeg je dat, de Champions League voor de um, non-profits zijn. Mm -hmm. um, dan uh, hebben ze al die ideeën, hebben ze uitgedacht. En dan kunnen mensen solliciteren om de oprichter te worden van een van die stichtingen. Dus mensen komen niet met hun eigen idee binnen. Nee, ze worden gekoppeld aan een idee. En ze worden gekoppeld aan een medeoprichter. Mm -hmm. Nou, uh, Lucia Coulter was dus een van die mensen die daar solliciteerde. En werd gekoppeld aan het idee van. Uh, loodvergiftiging is een groot probleem. Mm -hmm. De schattingen variëren hier. Um, lage schattingen zijn geloof ik ongeveer een miljoen uh, doden per jaar. Sommigen lopen op tot wel vijf miljoen. Dat zou het de, de grootste doodsoorzaak van kinderen uh, wereldwijd maken. Het is echt echt super super groot. Um, en uh, ja, één op de drie kinderen wereldwijd heeft te veel lood in het bloed. Hele Zware effecten op de fysieke gezondheid, op de mentale gezondheid. Sinds er is sommige... toch ook zo'n hele theorie van dat de criminaliteit is afgenomen ja. doordat de lood uit de leiding is. verdwenen ja. en zo dat mensen gewoon uh, niet meer in staat zijn om zich uh, ja, te controleren. Ja, precies. Zo, door ja, precies. Ja, 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 nee, dat is best, die grafieken zien er best verbluffend uit van afname van de criminaliteit en dan de correlatie met uh, ja, ja. Uh, afname van lood in het drinkwater. Um, ja, dit is natuurlijk helemaal geen sexy probleem. Het is niet dat op feesten en partijen als je dan zegt: uh, "Nou, ik ga loodvergiftiging in Malawi bestrijden." Dat mensen dan denken: uh, ja, 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 "Ja, want het ja, is ja. ook even van het is vrij makkelijk oplosbaar dan." Ja. Zeker ja, dat is dat is het indrukwekkende aan nou, het verhaal van Lucia Coulter is dat zij begonnen dus een stichting, het Lead Exposure Elimination Project en ja, eigenlijk in een paar maanden al boekten ze de eerste grote successen. Mm -hmm. Dus uit hun analyse bleek dat bijvoorbeeld Malawi een zeer veelbelovend land was om te lobbyen. Wat ze daar hebben gedaan, het is eigenlijk doodsimpel. Ze gingen gewoon. Uh, verven testen van hoeveel lood zit erin, bleek er echt schokkend veel lood in te zitten. Toen zijn ze naar de overheid gegaan en toen zeiden ze van ja, wij zien dat jullie al in jullie wetgeving hebben staan dat er geen lood in verf mag zitten. Ja. Misschien, misschien handhaven. En misschien kunnen wij daarbij helpen. Dan, weet je wel, dan gaan wij wel naar die verfproducenten en dan, hey, yo, hier hebben de lood in verf. Kan je het uithalen? Ja, is goed. Dat zijn er niet zoveel, misschien. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Nee, het ja. is ook redelijk gecentraliseerd, vaak dat soort dingen. Uh, omdat de meeste verf dan door inderdaad maar een paar producenten wordt gedaan. Dus het is extreem laaghangend fruit. Met ja als je, als je doorrekent wat de impact is op de gezondheid van duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, ja, ja. Um, dus dat is voor mij echt een schoolvoorbeeld van morele ambitie. Ja. En soms wordt het ook een beetje wat exotischer hè, bij deze types. We hadden nu op de website een verhaal over. Uh... Andres Zorilla. Jiménez Zorilla. Ja, ja, ja. En die zit in de garnalenwelzijn. Klopt, ja, ja. Nou, <laughs> dan ga je wel meteen. Uh, <laughs> ja. uh, hoe zeg je dat? Naar de meer esoterische voorbeelden. Ja. Um, maar hoe, hoe zou ik het inleiden? Kijk, als wij terugkijken op, laten we zeggen, de oude Romeinen of de middeleeuwers, dan zien we allemaal dingen waarvan we nu denken: oké, okay, dat was echt niet oké. Okay. Zeg maar in het pauzeprogramma. Mensen naakt voor de leeuwen gooien, ja, dat is niet ethisch. Nee, Terwijl toen werd dat gezien een als zwoordig. ja. Um, slavernij is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld dat gewoon tot diep in de 19e eeuw vonden heel veel beschavingen normaal dat mensen gekocht en verhandeld konden worden, totdat er een hele beweging op gang kwam van abolitionisten die dat instituut voor eens en altijd wilden uitroeien. Mm -hmm. um, dat roept natuurlijk de vraag op: hoe zullen historici ooit op ons terugkijken? Ja. Zijn wij een soort van klaar? Zijn we moreel gezien uitgespeeld? Hebben we het, hebben we het ongeveer wel sinds de Verklaring van ja, de Rechten van de Mens? Niet, of zijn er nu nog steeds dingen die we doen waarvan de historici van de toekomst zullen zeggen: holy shit, hoe konden ze? Wat een morele monsters waren het? En ja, het zou natuurlijk wel erg toevallig zijn als we. Als we toevallig in de tijd leven dat we al klaar zijn. Ja. Nou, die, die uh, Jiménez Sorella de man die je noemde. Overigens een ex-Spaanse vastgoedbankier. Die eerst een portfolio van 2 miljard be beheerde. maar toen zijn baan opzegde om dit te gaan doen. Kan raar lopen. Ja, die. Uh, die... Uh, kwam eigenlijk eerst tot de conclusie van: Oké, okay, dierenleed zou wel eens uh, de grote ramp van onze tijd kunnen zijn. Het, uh, ja, dat weten we natuurlijk inmiddels allemaal wel. Miljarden dieren die in de bio-industrie zitten. Steeds meer wetenschappelijk bewijs dat koeien, varkens, schapen, kippen. Ja, gewoon kunnen lijden. Uh, en dat ook op hele grote schaal doen in, in, in megastallen. Maar hij zei: Ja, moet je niet nog een stapje verder zetten? Ik bedoel, kippen, daar zijn er veel van, maar garnalen. Daar zijn er nog veel meer van. Ja, dat is wel vrij schokkend hoeveel meer garnalen ja, er zijn. Ja, wat is het, 400, 500 miljard of zo? Alleen al gekweekt en dan ja, in het ja, wild gevangen nog veel, veel meer. meer. Ja. Um, ja, en als je dan heel eerlijk naar het wetenschappelijke bewijs gaat kijken. Ja, ik zeg niet dat het, al, uh, dat het laatste woord erover is gezegd. Maar het, het lijkt er gewoon wel echt sterk op dat garnalen ook gewoon kunnen lijden. Um, ja. En ook pijn kunnen ervaren. En dat ook op vrij grote schaal waarschijnlijk doen. In, in dit soort kweekvijvers. Of waar ze, waar ze uh, worden gehouden. Dat ja. ze heel dicht op elkaar zitten. Wat ze ook in de natuur niet zouden doen. Dat hun ogen worden afgeknipt. afgeknipt ja, omdat ze zich bizar dan heel verhaal. bizar sneller gaan voortplanten. ja ik, Het is moeilijk om empathie te voelen voor een garnaal. Dat snap ja. ik wel. Um, aan de andere kant. Het zou ook kunnen dat er over twee of drie eeuwen. Een historicus terugkijkt op deze Spaanse vastgoedbankier. En denkt. Ja, die, die vent liep wel voorop. In het boek vertel ik het verhaal van Benjamin Lay. Dat was een uh, geboggelde kluizenaar die in het begin van de 18e eeuw als een uh, quaker, dat was een radicale christelijke secte, het opnam tegen de slavernij. Hij sloeg allemaal theekopjes stuk als er suiker in zat. Hij weigerde iets te eten dat met slavenhanden was geoogst. Uh, nou, hij woonde ergens in een of andere grot bij Philadelphia. Iedereen dacht, die man is knettergek. Maar nu denken we, ja... Ja. Benjamin had wel gelijk eigenlijk. Ja, en jij denkt dat de andere hetzelfde lot wel eens uh... nou ja. Kijk, je kijk, moet natuurlijk, natuurlijk. het is, het is, het is niet is... dat alle gekjes altijd gelijk hebben. Nee, dat, <laughs> dat, is <natuurlijk, laughs> dat is natuurlijk ook een ongemak. Wat je hier zit. je ja. zit in het boek, heb je op een gegeven moment bezin je ook de kracht van sectes? Ja, kult. Kult, kult. kult. Ja, Want ja, ja, ja. is dat anders dan sectes? Ja. Kult. Nou, ik was daar geïnspireerd door uh, Pieter Tiel. Uh, ja. Ik denk dat niet een heel populair figuur in Linkse Kringen. Misschien omdat hij er iets wat fascistoïde ideeën op nahaal. Ja. Maar hij heeft een geweldig boek geschreven, uh, dat heet Zero to One. Uh, echt een boek voor ondernemers. Ja. Um, en hij was een van de hoe zeg je dat, de oprichters van de Paypal Cult. Dat was een klein groepje van ondernemers in Silicon Valley, waaronder Elon Musk en ook uh, Reed Hoffman, de oprichter van LinkedIn. En die kenden elkaar allemaal van het bedrijf Paypal... en die zijn daarna allemaal ziek grote bedrijven gaan uitbouwen. En um, ja, in dat boek beschrijft Thiel um, ja, in zekere zin hoe verandering werkt. Um, dat het uh, heel vaak begint bij een heel klein groepje van zeer, zeer gecommitteerde mensen. Hij heeft ook een mooie as dus van wat ze tegenovergestelde van een cult. dat is een consultancybureau. Dus consultants die vinden zelf niks echt. Weet je wel, die hoppen van klant naar klant en die kunnen in principe betaald worden om te doen zeg maar, wat de klant wil. Die hebben ze hebben niet zelf een echte drive, een echte missie, een obsessie, een, een, een gek idee. Mm -hmm. Terwijl een cult, ja, dat bestaat natuurlijk uit mensen die heel sterk in één ding geloven. Mm -hmm. En ik moet ook zeggen dat je dat wel herkent als je bijvoorbeeld de geschiedenis van de abolitionisten bestudeert, of, of de suffragette, of de correspondent. Ja, het begint best wel vaak nogal cultie. Met een kleine groep die er nogal rare ideeën op nahoudt. maar wel zeer gecommitteerd is. en er keihard voor wordt knokken. Ja, want dat is bijna in de geschiedenis van uh, slavernij of abolitionisme. Ja. daar is de kwakers ja. een soort van. Totale secten van mensen die... Ja, er zijn ook heel weinig beelden van beschikbaar, geloof ik. Omdat ze zich niet op de plaat wilden laten zetten. Ik was eigenlijk dus een ander boek aan het schrijven. Mm -hmm. Ik was een geschiedenis aan het schrijven van het 18e eeuwse abolitionisme. Mm -hmm. uh, het plan was om zo'n driedelig boek te schrijven. Eerst de antislavernijbeweging. En dan de vrouwenbeweging. En dan de dierenrechtenbeweging. Mm -hmm. dus je ziet ook heel mooi hoe dat in elkaar overloopt. Heel veel van die eerste antislavernijstrijders... waren bijvoorbeeld ook al vegetariërs. Toeval dacht het niet. Um, mm -hmm. En um, ik was het aan het schrijven en toen dacht ik, wow, er valt zoveel te leren van deze mensen, zoveel concrete, praktische lessen die nu zijn toe te passen. Mm -hmm. Dus ik heb dat project even gepauzeerd en ik dacht, ik ga even een zelfhulpboek tussendoor schrijven. Ja, ja, en dat ja, is ja. dit geworden. Maar een van die epiphanies die ik had, was dat je een, uh, een cult eigenlijk had, de British Society for the Abolition of the Slave Trade, opgericht in mei 1787. Ja. Twaalf oprichters. Één schrijver en tien ondernemers, oh ja, en een theoloog. Maar vooral die tien ondernemers vond ik zo fascinerend. Uh -huh. Dus het abolitionisme mislukte in de meeste landen. In Nederland had je bijna niks. In Frankrijk had je zelfs schrijvers en intellectuelen die niks voor elkaar kregen. Je had in, Frankrijk, sorry, in Spanje en in Portugal had je überhaupt bijna niks. Maar in Groot-Brittannië werd het een gigabeweging. Uh, die vooral werd gedreven en geleid, dus door inderdaad. Enerzijds de Quakers. radicale christenen, die geloofden in de radicale gelijkheid van alles en iedereen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook de gelijkheid van man en vrouw. Uh, was zeer schokkend in die uh, werd dat bevonden in die tijd. Maar vrouwen konden daar bijvoorbeeld voorgaan uh, in, in de gemeentes, of het woord voeren in de gemeente. Um, en uh, daarnaast ondernemers, dus mm -hmm. um, dat vond ik best wel fascinerend. Ja. Yeah want dat is ook natuurlijk wel aan een cult. Het is een soort van, het is niet één iemand. Het zijn meerdere mensen die elkaar aansteken ook Klopt, in, ja, dat, ja, ja. Uh, in dat ja. in zo'n geloof. Ja, 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 ja. Misschien is het daar leuk om iets te vertellen over over Tyler Cowen trouwens, want dat is de podcast uh, podcaster waar wij allebei al heel lang fan van zijn. Ja. Um, want dat was ook voordat ik een boek ging schrijven, was er zo'n citaat van Tyler Cowen, dat is dus een econoom, ja. best wel rechts econoom trouwens. Ja. Um, maar je moet ook de vijand lezen. Als je, als je lessen wil leren over hoe het allemaal werkt. En trouwens, hij zegt, hij, hij zegt allemaal waanzinnig interessante dingen. Hij had zo'n blog over uh, wat je met je leven kunt doen. En hij zei. At critical moments in time, you can raise the aspirations of other people significantly. Especially when they are relatively young. Simply by suggesting they do something better or more ambitious than what they might have in mind. It. It costs you relatively little to do this, but the benefit to them and to the broader world may be enormous. This is in fact one of the most valuable things you can do with your time and with your life. Hmm. En dat kwam bij mij best wel binnen, omdat ik dacht: oh ja, inderdaad, van ambitie is dus niet per se iets waar je mee geboren wordt of zo, of wat een soort van diepe karaktereigenschap is, maar het is ook er iets aanstekelijks. En het is dus super kosteneffectief in die zin om de ambitie van andere mensen te verhogen. Als iemand binnenkomt met een mooi plan en je zegt, gaaf plan, maar waarom niet twee keer zoveel? Uh, dat kostte jou zeg maar een minuut of misschien ja. tien minuten. En, dan en dan een investeert twee keer zoveel. <laughs> ja. Ja, ja, Terwijl ja, ja. als degene dan aan de andere kant geïnspireerd is, dan is het effect uh, heel groot. Ja, ja, ja. En daarvoor zijn die cults dan ook dat je gewoon mensen hun aspiraties zoveel groot maakt. Daar heb je ook een leuk voorbeeld van trouwens, van zo'n halve secte die een beetje van de Neder's raiders. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. En wat uh, kun, kun je dat vertellen? Ja. Nou, die kwam van jou trouwens, want jij zei: uh, ik was met morele ambitie bezig. En jij zei: uh, ik zei wel, wat vind je een mooi historisch voorbeeld van morele ambitie? En jij kwam toen met Ralph Neder. Dus toen dacht ik: oké, okay, ga ik dat verhaal maar toch eens goed uitzoeken. Mm -hmm. um, ja, Ralph Neder uh, is vooral bekend geworden om wat hij in 2000 heeft Gedaan toen stelde hij zich kandidaat voor de presidentverkiezingen. Ja, yeah. trok die 100.000 stemmen weg bij Al-Gore en kregen we George Bush als president en yeah. de oorlog in Irak en al die dingen. Niet zo fraai. dat was niet best, nee, maar wat hij in de jaren 60-70 heeft gedaan is echt waanzinnig. Yeah. Um, dus hij had eerst een boek geschreven, Unsafe at any speed over General Motors. Uh, dat was natuurlijk de grootste autofabrikant met een BBP zo groot of een omzet zo groot als het BBP van Zwitserland. Dus een megamachtig bedrijf. En die deden eigenlijk heel weinig aan de veiligheid van auto's. Ja. Dus, dus er gingen 50.000 mensen per jaar dood. Ja, in dat is ik bizar hè, Hoeveel mensen toen nog uh, dood gingen? Ja, echt, echt vreselijk. Ja. Um, en nou, hij had daar een, een aanklacht tegen geschreven. En. Uh, toen heeft uh, General Motors allemaal privédetectives en prostituees op hem afgestuurd. En de aanklacht was een, eigenlijk, je kunt gewoon die auto's makkelijk voor nou, niet heel voor, veel geld, zeker, ja, veiliger ja. ontwerpen, ja. veiligheidsgordels erin. En de overheid doet niks, kom ja, op. Ja, ja. Maar ja. goed, hij was echt nog een twintiger en General Motors dacht echt van oké, okay, hij is staatsvijand nummer één en moet kapot worden gemaakt. ja. Um, hij had door dat hij werd achtervolgd, tipte journalisten, storm van onverontwaardiging volgde. Um, ja, en... Ze hadden hem echt een, geloof ik, echt een prostituee op hem af. Ja, 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 ja. ja, van die ja dingen ja. die je gewoon ja. bedenkt in, de, ja. in, in een domme film. Ging heel ver, telefoon afgeluisterd. al ja. die dingen. Maar goed, hij won die strijd, won ook de rechtszaak, kreeg de grootste schikking tot die tijd, honderdduizenden ja, ja. dollars. Um, en uh, uiteindelijk werden er ook twee, de eerste twee grote verkeersveiligheidswetten doorgevoerd. Um, Terwijl uh, uh, Ralph Neder werd uitgenodigd om toe te kijken in het Witte Huis. Mm -hmm. En toen dacht hij: van... oké, okay, wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Ja. Ik kan dit blijven doen als een soort van David die tegen uh, de ene na de andere goliath strijdt. Maar het is eigenlijk veel efficiënter en effectiever om nog een heel leger aan David's te recruteren. Mm -hmm. en dat is hij toen gaan doen uh, en dat leger werd uh, kreeg ook een illustere naam dat werd Naders Raiders genoemd dit is een echt een geweldige foto van ja. Naders Raiders die op de trappen van het kapitool staan in de zomer van 68 69 um, ja gewoon een groep van 100 relatief jonge mensen die ervoor hadden gekozen om niet voor de dikke advocatenkantoren of voor de grote banken te gaan werken maar om voor een hongerloontje 100 uur per week voor wel of neder te knallen. Ja. Nou, die werden allemaal opgedeeld in eigenlijk een soort van SWAT-teams van 10, 12 onderzoekers. En die gingen dikke, vatsige rapporten schrijven over allerlei obscure misstanden. Dingen de, ja, gewoon die normaal niet zo sexy waren. In zekere zin um, werkte hij al met dat, ja, ja. dat OOO-framework. Um, dus inderdaad, luchtvervuiling bijvoorbeeld, verkeersveiligheid. Um, waterkwaliteit. Ja, waterkwaliteit, al dat soort dingen. Um, en ze begonnen dus al die rapporten uit te poepen. Uh, waarvan de, de, de opbrengst, die ging ook heel vaak over de toonbank. Dat werd allemaal weer in de stichting teruggeploegd. Um, en ze bleken ook heel effectieve lobbyisten. Dus het is één historicus die schat dat Nederse raiders... invloed hebben gehad op maar liefst 25 stuks federale wetgeving. Hm. En er kwam een hele beweging op gang. En dat uh, waren gewoon studenten eigenlijk. Die, uh, ja, 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 die met ja, een ja. lobbyproject. Nou ja, dat is een beetje onheerbiedig, maar... Ja, ja, en die gingen er ook lekker met... Twee gestrekte benen vaak in. Maar het was ook echt wel wat nodig was uh, rond die tijd. Dus Neder had altijd zoiets van: je moet niet je vijand aanvallen, maar je kan beter je luie vriend aanvallen. Dus in dit geval vielen ze heel vaak overheidsorganen aan. waarvan ja, ze democraten. vonden dat die. Dus bijvoorbeeld, als je dierenrecht activist bent, dan zou je nu. zou je de, de, de bio-industrie-boer kunnen aanvallen. Maar Neder zou zeggen: nee, je kan beter de. wat is het? De, de NVWA. Oh ja de, uh, de, ja. De, ja, de voedsel. Gewoon de waaruit, inspecteur. Die, ja. Ja, die ja. kan je beter aanvallen, want die moet gewoon beter zijn werk doen. Um, ja, ja, ja. Nou, en in korte tijd werd Neder een van de beroemdste Amerikanen. Hij uh, Kreeg meer post dan de uh, Beatles, ze, zei een van zijn intimiteiten. Uh, ja. um, en ombudsman, werd hij, dat iedereen zoiets heeft van: ik heb een probleem, ik bel Neder. Precies, ja, ja, precies. Maar wat zo vet is aan dit historische voorbeeld, is dat uh, hij maakte eigenlijk. Um, goed doen, heel prestigieus. Dus op een gegeven moment. Solliciteerde maar liefst een derde van Harvard Law School bij Nederland. Omdat het gewoon het allervetst was om voor hem te werken. Ja, ja, ja. En dat is wel een van de dingen. Uh, die, die ik probeer met dit boek. en ook met de stichting die we nu aan het opzetten zijn. Daar vertel ik straks graag meer over. Is van kunnen we niet gewoon heel veel talent uit hun baan lokken? Want het is ook wel een beetje suf, toch? Ik bedoel, het is leuk dat je een heel mooi salaris hebt. Maar het is eigenlijk een beetje zonde dat je, als je heel getalenteerd bent. Uh, en dat je dat talent dan niet gebruikt om uh, een groot verschil te maken. Ja, ja, ja. want dat is ook, uh, het is ook vrij besmettelijk om het goede te doen, toch? Denk ik wel, ja, ja, ja. En ik denk ook dat vaak... Hoe zeg je dat? Slimme, goede, getalenteerde, gedreven mensen... willen met andere goede, slimme, getalenteerde, gedreven mensen werken. Mm -hmm. En de tragiek is dat... Ja, je, je hebt nu gewoon een grote magneet staan op de Zuidas. Uh, collega Simon van Teutem noemt het de Bermuda-driehoek van talent. Mm -hmm. Dus we hebben de consultancy, we hebben de advocatuur, we hebben het bankwezen. Dit zuigt gewoon heel veel talent op. Ik zou ook nog zeggen, je hebt de IT ook nog, ja. gaat heel veel talent naartoe. Uh, en nogmaals, het is echt niet dat dat allemaal nutteloos is of zo. Um, je hebt natuurlijk ook een bankwezen nodig, ja. maar er is wel vaak echt een kloof tussen het grote talent dat er, dat er rondloopt en wat deze mensen in principe zouden kunnen doen. Maar dat vraag je wel een beetje af, want uh, zeg maar. De hoeveelheid mensen in Nederland die uh, in het bankwezen of in de advocatuur of zo gaan werken, ja, dat zijn er natuurlijk niet zoveel. Dus mm -hmm. uh, is dit boek dan alleen aan die mensen gericht of zo? Of is het alleen voor de een of andere turbo talenten die, uh, die mm -hmm. in negen en cum laude afgestudeerd zijn? Of is nee, het Morele dat? ambitie is echt voor iedereen. Net als voetbal is ook voor iedereen. Um, maar het is ook leuk dat we een, een, een top oranje team hebben en dat is ook allemaal leuk ja. om naar te kijken, um, ik zie het eigenlijk zo dat um, je hebt de ene helft van Nederland die werkt in een essentieel beroep, zou ik zeggen. Die hebben geen preek nodig over morele ambitie. Maar er is ook een hele andere vrij grote groep die denkt van hmm, ik zou wel meer willen doen. Ik had het al over de 25 procent. Dat nou ja, zijn toch miljoenen mensen uh -huh. die twijfelen aan het nut van de eigen baan. En ik heb ook zoiets van. Wie de schoen past, trekken hem aan. De geschiedenis zit vol met mensen die misschien ook niet super geprivilegeerd waren, maar toch bergen wisten te verzetten. Mm -hmm. um, maar ja, ik denk dat in principe iedereen besmet kan worden door dit ideaal en kan nadenken van: oké, okay, hoe kan ik mijn positie gebruiken om het verschil te maken? Ja, ja, ja. En je hebt ook een heel hoofdstuk waarin je uh, het hebt over uh, over technologie. Dat vond ik ook wel uh, interessant dat gewoon. Mm -hmm. Ja, je hebt het een soort van voorbeeld dat in de 19e eeuw nog de allerrijkste man ter wereld, uh, de Rothschild, die ging gewoon dood aan iets waar je nu in een penicillinekuurtje ja, van ja, 1 ja, euro, ja. had je het gewoon overleefd. Maar ja. Dus er zijn een heleboel, duidelijk dat technologie een heleboel mensenlevens enorm heeft verbeterd. Maar ja, jij schrijft dan van onder progressieve mensen is het soms hipper om een techcriticus te zijn dan een techneut. Ja. En... Uh, ja, dat voorbeeld kende ik eigenlijk ook niet, van dat de ontwikkeling van een effectief malaria-vaccin, ja. dat dat dus prima gewoon 50 jaar eerder had gekund. Ja, ja, ja. Dus we hebben nu in de afgelopen jaren is die een beetje of ik weet niet eens wat de status precies is. Maar Hij is nu, maar, we hebben nu twee vaccins die door de WHO zijn goedgekeurd. Ja. Dus dat is echt wel geweldig. En er gaan gewoon honderdduizenden mensen per jaar aan 600.000 per jaar. 600.000 ja. mensen per ja. jaar gaan aan dood ja. aan uh, malaria. Echt gigantisch. Om je een idee te geven, natuurrampen is ongeveer 60.000 per jaar. Ja. Dus mensen hebben het heel veel over klimaatverandering en weet je al, hitte, droogte, overstromingen. Maar malaria is dus in principe tien keer zo groot. En dat is niet zoals bij corona, dat het vooral de oudste mensen het Nee, Nee, is. het zijn vooral jongen. Zijn vooral kinderen onder de vijf. En je hebt nu ook allerlei verschillende variaties. Nou ja, lang verhaal. In ieder geval, rond 1980 werd duidelijk: we kunnen een malaria-vaccin ontwikkelen. Want er werd gewoon ontdekt welk eiwit je dan moest targeten. En het was gewoon: oké, okay, we moeten hier gewoon nog een shitload aan RD tegenaan gooien. Maar we kunnen dit gewoon gaan doen. Ja, onderzoeksgeld. Ja. Ik speel je even de hele tijd. Ja, doe je schuld. We hebben goed. Um... Allemaal een raar jargon te praten. Maar het gebeurde niet. Want ja, ja er was gewoon geen, er was geen, geen groep, er was geen lobby voor. Er was geen groep mensen die genoeg macht had... om te zeggen van, laten we dat gaan doen. Ja. Dus jaar in jaar uit bleven mensen maar doodgaan. Toen was het vaak nog een miljoen per jaar. Mm het -hmm. Amerikaanse leger was eventjes geïnteresseerd... om een malaria-vaccin te ontwikkelen. Uh, maar toen was de oorlog in Vietnam ook alweer afgelopen. En toen dachten ze, nou, laat maar zitten. Um, en uiteindelijk moest er een tech-miljardair komen... Bill Gates... Ja, ik vind het als linkse jongen zeer ongemakkelijk, maar zo is het gegaan. Mm -hmm. Die gewoon zei van oké, okay, laten we er een hele smak geld tegenaan gooien, eind jaren 90. En toen heeft het nog 20 jaar geduurd. En toen is het vaccin er gekomen. Maar het is wel echt door, door ja, gewoon wat Gates heeft gedaan. Anders was het echt niet gebeurd. Daarna kwamen er ook wel andere grote fondsen bij hoor. Um, maar in die 40 jaar, tussen 1980 en 2020, zijn er 40 miljoen mensen overleden aan malaria. Ja. Weet je, dat zijn van zo'n cijfer is natuurlijk heel lastig te bevatten. Het is evenveel als het aantal doden in de Tweede Wereldoorlog in Europa. Ja. Um, maar dat is dat is echt krankzinnig. Ja. En al die tijd, zeg maar, no one gave a shit. Daar komt het wel min of meer op neer. Ja. Um, en de, de, de oplossing was, uh, was technologisch, inderdaad. Vaak als het gaat over technologie, nu in progressieve kringen. Dan denken we meteen aan een miljardair die zichzelf de ruimte in schiet. Weet je wel. Ja. Um, en dat, dat is niet onterecht. Alleen je moet ook erkennen dat in de grote bewegingen van de afgelopen twee eeuwen... technologie ook ja, gewoon grote emancipaties kan, um, kan losmaken. Neem iets als de, de Tweede Feministische Golf. Mm -hmm. um, ja, een, een hele belangrijke rol. Daarbij speelde de uitvinding van de pil... En die pil die was er niet zomaar. Nee, die pil die uh, de ontwikkeling daarvan was gefinanceerd door een zeer vermogende vrouw genaamd Catherine McCormick. En die had gewoon letterlijk bedacht: ik wil dat er een pil bestaat, zodat vrouwen hun eigen vruchtbaarheid kunnen. Controleren. Mm -hmm. uh, en die is naar een wetenschapper gestapt, George Pinkus, een zeer controversiële wetenschapper die net bij Harvard was weggekikt omdat hij allemaal rare voortplantingsexperimenten deed. En die zei: Kan jij zo'n pil geven? En we maken. En hij zei: Ja, dat kan ik wel doen. Ja. Uh, en toen zei hij: Nou, hoeveel geld heb je nodig? Uh, gewoon, ik geef je alles wat je nodig hebt. En zo is het gegaan. Ja, weet ja, je wel? Ja. En dat heeft zo'n belangrijke historische rol gespeeld. En dat, la dat laat, denk ik, echt gewoon zien dat. Technologie is niet iets wat ons overkomt, maar ja, je ziet ook zelf veel richtinggevender zijn daarin. Precies, ook. Ja, ja. Ja, ja. ja, ik heb dat ook zelf met al die uh, 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 hernieuwbare energie nu, ja, zie ja, je dat ja, ook ja, heel ja. erg sterk van. Het is heel raar eigenlijk dat zo'n zonnepaneel of dat dat kan. Het ja. is echt al ergens begin 19e eeuw of 20e eeuw. Ja. En pas ergens in 1950 komen de eerste. Maar ja, niemand heeft echt het belang bij... om daar heel erg veel geld ja, in te ja, investeren. Ja, en op ja, het ja, moment ja. dat dat wel gebeurt, kan het heel snel... Ja, ja. kan ook in één keer blijken dat het veel goedkoper kan... Ja. dan alles wat we tot nog toe hebben. ja, ja en, en bepaalde individuen kunnen echt een sleutelrol spelen. Mm -hmm. Dus kijk, toen ik geschiedenis studeerde... toen maakte ik kennis met de... Great Men and Women Theory of History. En er werd er gezegd... Door mijn docenten in de tijd van ja, zo werkt het eigenlijk niet hè. Dat geloofden ze nog in de 19e eeuw, dat individuen echt een groot verschil kunnen maken. En dan werden er inderdaad deftige biografieën geschreven van een William Wilberforce, de politicus en abolitionist, bijvoorbeeld, of een van Churchill later. Mm -hmm. um, en dan zeiden ze: nee, je moet eigenlijk vooral de structuur analyseren, weet je, een marxistische geschiedbeoefening... Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook het standaard linkse wereldbeeld nu is. Van, ja, je moet grote beweging op gang brengen. En je moet systeemanalyses doen. En zo werkt het uiteindelijk. Ik denk dat daar zeker een kern van waarheid in zit. Tegelijkertijd denk ik dat je ook echt niet de kracht van sommige individuen moet onderschatten. Dus als je bijvoorbeeld het Britse abolitionisme studeert. In het boek geef ik het voorbeeld van Thomas Clarkson. Mm -hmm. Ja, dat is nou echt zo iemand dat als hij van zijn paard was gevallen in 1785... Ik wil eigenlijk niet weten wat er dan gebeurd was. Want hij was zo cruciaal in het succes, in het bouwen van die beweging. Mm -hmm. Hij heeft zo'n grote rol gespeeld. En ik zei al, die beweging kwam alleen in Groot-Brittannië echt van de grond. Ja, het had best gekund dat de slavenhandel en de slavernij veel later was afgeschaft. Um, als hij er niet was geweest. Ja, want dat is wel een vraag die je altijd hebt. Van jij, het idee is eigenlijk, als we allemaal mensen een morele ambitie aanpraten, dat... Ja, de wereld daar dan veel beter van wordt. Maar je zou ook kunnen zeggen. Ja, het is allemaal. uiteindelijk zitten er onderliggende krachten onder. Zeg maar dat in uh, Groot-Brittannië de industriële revolutie als eerste ja, ja. kwam, zorgde ervoor dat mensen meer materiële zekerheid hebben en daardoor ook de ruimte hebben om te geven om. Bijvoorbeeld uh, uh, tot slaaf gemaakt. Ja. Uh, en daardoor werd daar als eerst de slavernij afgeschaft. En dat we in Nederland nu een heel hoog ontwikkeld land is. Ja, dan staat er een of andere seculiere evangelist zoals Rutger Brechtman op. En die ja, gaat heb je met morele ja, ambitie ja, ja. prediken. Maar dat komt ja. veel meer doordat wij dat welvaartsniveau ja. hebben. Dan, dat, ja, ja. dan die boodschap zelf. Ja. Wat, wat zou je e daar tegen zeggen? Enerzijds denk ik dat daar echt gewoon een kern van waarheid in zit. Dus inderdaad, eh, eerst das Fressen dan die moraal, zei Bertolt Brecht geloof ik. Ja. Um, aan de andere kant, um, als je dus echt inzoomt op deze specifieke geschiedenis, hè, de afschaffing van de slavernij, Groot-Brittannië schafte de slavenhandel af in 1807 op het toppunt van winstgevendheid. Dus dat is natuurlijk een beetje raar dat je iets verbiedt. terwijl je er waanzinnig veel geld aan verdient. Dat past niet echt in het frame. Ja, er was gewoon een nieuw verdienmodel ontwikkeld met de Industriële Revolutie. Nee, maar het is niet het uh, verdienmodel, het is meer dat omdat ze uh, ontwikkelen, dat er ruimte komt om na te denken over: god, dit is ja, eigenlijk precies, wel object. Heen, ja. Maar dan zou je verwachten dat het ook in andere landen gebeurt. Dus in Nederland bijvoorbeeld was ook al fors Rijk. Terwijl in Nederland komt die beweging helemaal niet op gang. Ja. Je hebt een stel gereformeerden die een paar honderd handtekeningen weten te verzamelen en verder vooral ruzie maken met elkaar. En. Maar je zegt ja. niet op gang, maar in 50 jaar was het daar ook afgeschaft, toch? Ja, maar meer onder internationale druk. Dus de Britten hebben uh, ervoor gezorgd dat 80% van de slavenhandel is afgeschaft. Mm -hmm. En dat ging met een combinatie van diplomatieke druk en bruut geweld. Uh, dus dat, ja, dit, dat Britse verhaal is wel echt, wel echt cruciaal. Mm -hmm. En tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat we. Uh, ik bedoel, we, we hebben nu de bio-industrie. Mm -hmm. uh, stel dat de industriële revolutie niet in Groot-Brittannië was begonnen, maar in India dan hadden we misschien in een alternatieve werkelijkheid geleefd. Weet je wel, dat we nu denken van... oh ja, eh, vroeger gingen mensen nog zo vreselijk om met dieren... maar nu doen we dat gelukkig niet meer. Ja, want dat zijn gewoon een hele vegetarische moraal. Precies, ja, ja precies. Dus ja, misschien moeten we er ook niet van uitgaan... dat we nou zo ontzettend uh, moreel zijn. Uh, ja. je, je zou ook kunnen zeggen, gewoon puur kwantitatief gezien... Dat het, dat, het, uh, ja. dat het er helemaal niet best voor staat. Rutger, dan heb ik nog een rubriekje in deze podcast... En dat heet uh, overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Ah, dat vind ik mooi, ja. ja. Dan heb ik uh, een aantal dingen. Christenfundamentalisme. Is dat overgewaardeerd of ondergewaardeerd? Ja, ik zou toch zeggen ondergewaardeerd. Ondergewaardeerd? Ja, 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 ja. Nee, dus uh, wij brave seculi seculiere denkers denken natuurlijk dat alles begon met de verlichting. Weet je wel? En, en de, de focus op mensenrechten. En dat ju juist op het moment dat mensen niet meer van die dwazen... Uh, dogma's gingen geloven dat toen de mens bevrijd werd. Mm -hmm. uh, maar goed, die geschiedenis van de antislavernijbeweging laat zien dat juist ook ja, iets wat culti-mensen die uh, mm -hmm. uh, ja, ook diepgelovig waren een hele grote rol speelden. Dus dat zie, je, dat zie je bij die Quakers waar we het over hadden. Ja, het, je kan dat niet begrijpen als je niet begrijpt hoe een geloof in elkaar stak. Ja. Zeg maar zij, zij geloofden dat er iets van God in ieder mens zit. En dat het daarom gewoon volstrekt blasfemisch is, eigenlijk om een ander te onderwerpen. Ja, uh, uh, dus uh, in dat opzicht zou ik zeggen: iets wat onnogwer. En hoeveel denk je dat dat bij jezelf uitmaakt? Want kijk, ik zou zo'n <laughs> boek natuurlijk totaal <laughs> ja. nooit schrijven. Ja. Ik ben heel seculier opgevoed. <laughs> en als ik dan. Ja, het wordt een beetje cultierig. Richting, richting het, het ja, blader ja. dan ja. komen er de zeven grondbeginselen van de school. Of voor Moral, een Waarover maar over straks meer. Maar ja, dat voelt toch een beetje alsof je een paar stenen tabletten hebt opgegraven. En, en daar even je eigen geboden begint ja. neer te leggen. Ja, Ik wil er wel niet... bij zeggen: in het Engels is het minder cringe. In de, in de ja. Engel, zoals alle songteksten. Ja, zo is. Het. Maar ja. uh, hoe belangrijk is het voor jou eigenlijk gewoon dat je christelijk bent opgevoed, denk je? Ik denk best een best grote rol dat dat heeft ja. gespeeld. Ja. Uh, dat je toch uh, van jongs af aan bezig bent met bepaalde vragen: van wat is mijn grotere plek in dit geheel? Uh, en uh, ik ben niet uh, christelijk meer, ga niet naar de kerk. Maar uh, ja, hoe zeggen we dat? Je kan het jongetje uit de kerk halen, maar ja, ja, de kerk ja. niet uit het jongetje. Ja, jij zegt altijd, dit zat er aan te komen. Ooit, ja, ja, dit zat er wel heel <laughs> erg aan te komen. Ja, nou, het is grappig. Ik... <laughs> Ik ben altijd op zoek naar redenen om iets niet te geloven. En jij bent heel erg op zoek naar iets om weer te geloven. Ja, dat ja. voelt een beetje als altijd het verschil. En dan in die spanning komt er altijd wel iets uh, <laughs> ja. tot stand. Ja. Zeg maar. ja, dat is wel een goede samenvatting. Ja. Ja. Nee, maar dus daarom het, het derde hoofdstuk heet natuurlijk Begin je eigen kult. Dus toen dacht ik ja, ik moet wel de lessen ook in de praktijk brengen. Ja, ja, dus dat ja. zijn we maar gaan doen. Ja, uh, dan hebben we nog een overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Miljardairs. Oh, dat is een, uh, laat ik het zo zeggen, ongewaardeerd. Ondergewaardeerd wel. Ja. Oh, We hebben het hier ja, over Texas, ja. Texas, Texas. Ja, zeker. De Texas, de mensen uh, kennen me natuurlijk zo. Filantropie van... ja. is allemaal verschrikkelijk. In principe moeten we miljardairs natuurlijk de wereld uitbelasten. Juist. Uh, dat is duidelijk. Iedere miljardair is een beleidsvaat. Um, maar tijdens het schrijven van dit boek realiseerde ik me ook dat er altijd een klein groepje geweest is van moreel ambitieuze filantropen die een groot verschil heeft gemaakt. Het, het, het voordeel van filantropie is dat het hele impopulaire dingen kan doen. Mm -hmm. Dus gaan we naar de klassieke voorbeelden: vrouwenbeweging in de 19e eeuw of de burgerrechtenbeweging in de 20e eeuw. Je ging geen overheidssubsidie daarvoor krijgen, want ja. je vocht tegen de overheid. Je ging ook geen bedrijfssubsidie daarvoor krijgen, want. Weet je wel, een bedrijf wil zich helemaal niet met jou associëren. Abolitionist in de, in de VS is het ergste scheldwoord, ongeveer. Mm -hmm. Weet je, er was op een gegeven moment een, een bondgenoot van Lincoln die zei: Ze hebben me alles genoemd. Weet je wel, ze hebben me een verrader genoemd, een leugenaar, een, een, een monster. Maar het ergste was: ze hebben me een abolitionist genoemd. Weet je wel, dus <laughs> ja. we waren heel in, impopulair. Um, en dan helpt het natuurlijk heel erg dat, dat er, als er onafhankelijke filantropen zijn, die jou wel durfde te financieren. Ja. Dus je had bijvoorbeeld in de VS in die tijd... dat je de rijkste man van New York, Gerrit Smith... Gerrit Smith, hij had een uh, Nederlandse afkomst ook. Um, en die financierde bijvoorbeeld uh, de abolitionisten. Mm -hmm. Of neem de suffragettes, die kregen veel geld van George Francis Train... een hele excentrieke ondernemer. In het boek vertel ik ook het verhaal van Charles Garland. Een, uh, een jonge man die een miljoen had geërfd, uh, maar... Had gezegd tegen de notaris: ik wil dat niet, want ik vind het kapitalisme uh, ja een verdorven systeem. Ja. De rijken proppen zich vol en de armen verpieteren. Toen had de notaris man. gezegd: sorry, dat kan niet. Uh, <laughs> en toen had hij uiteindelijk gezegd: oké, okay, ik neem het aan, maar dan moet het allemaal in een fonds en dan moet het aan de meest impopulaire mensen gegeven worden in de samenleving, gedetineerden en mensen van kleur. Um, daar is uiteindelijk het NAACP Legal Fund, Legal Defense Fund uit opgericht. Ja. Um, en ja, dat was dus de eigenlijk. Ja, dat was de juridische tak van de burgerrechtenbeweging. En dat heeft de basis gelegd voor de beroemde rechtszaak Brown v. Board of Education in 1956. Ja. Uh, waarna klassen zijn gedesegregeerd. Ja. Dus ja, dat, is wel, dat was gewoon niet gebeurd met overheidsfinanciering of met bedrijfsfinanciering. Ja. Dan heb je toch echt de dappere filantropen nodig. Ja, ja dat is ook wel iets wat mij gewoon dat zo'n bijvoorbeeld zo'n malaria-vaccin niet door een overheid kan worden ja, ja, ja. gefinancierd. Ja, Bill Gates, de pil door Catherine McCormick. Um, nu heb je Dustin Moscovich. Dat is de, uh, een van de oprichters van Facebook. Uh, die heeft die club die ik aan het begin noemde, Open Philanthropy. Ja, die financieren de helft van de dierenrechtenbeweging wereldwijd. De hmm. schattingen zijn dat er ongeveer 40 miljoen aan budget is voor de dierenrechtenbeweging. 20 miljoen komt van Dustin. Ja, hij is zelf niet eens vegetariër, hè? Maar... Ik denk dan wel, ja, bedankt, Dustin. Uh, wel fijn. Ja, ja, ja. Oké, okay. maar begrijp me niet verkeerd. De meeste filantropie is BS. Uh, weet je al, heel vaak is het gewoon een exercitie in ijdelheid of een excuus om belasting ja. te ontwijken. Oké, okay, tot slot. Overgewaardeerd of ondergewaardeerd? Emiel Beekwilder, Quality Manager Food bij Ahold Delhaize. Ik ken Emiel ik, niet, moet ik zeggen. Oké, okay, nee, ik las het in het stuk van Tomar over garnalenwelzijn. wel zijn. Oh ja, ja, ja las ja, 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 ik ja, ja, ja. dat er dus één man blijkbaar was bij ja. Ahol del Oké. Okay. die zoiets had van, ja. uh, nou, eigenlijk wel een heel goed idee om ja. garnalen iets beter te behandelen. En die ja. heeft toen een kleine aanpassing gemaakt ja. waardoor alle garnaal bij de Albert Heijn. Oké, okay, bij deze shoutout naar Emiel. Ja. Dus ik zou zeggen zeer ondergewaardeerd. Dit is wat we een intrapreneur noemen, dus iemand die <laughs> een onderneemt... Die onderneemt binnen een grote organisatie. Ja. En een van de boodschappen in het boek is dat er in iedere beweging heel veel rollen te spelen zijn. Je hebt mensen nodig die, nou ja, de, de juristen zijn. Ik, ik had het al over de Legal Defense Fund, maar neem ook bijvoorbeeld het juridische team van Fred Gray, die de zaak won tegen de burgemeester uh, van Montgomery, de beroemde busboycott toen van, van Rosa Parks en Martin Luther King. Ja, yeah. daardoor eindigde die busboycott en daardoor werden bussen gedesegregeerd. Uh, je hebt uh, mensen nodig die kunnen fundrazen. Weet je, wel? als je als je geen eurotjes hebt, dan uh, ja, dan yeah. ja, het niet lang vol. Um, dus dat is echt de, de belangrijke boodschap. Van, het hangt heel erg af van wat jouw talent is, wat jouw positie is, wat jouw privilege is. Ja, want dat is ook is. wel een beetje de indruk die je zou kunnen krijgen dat je uiteindelijk gewoon allemaal mensen moeten maar bij een NGO gaan werken, met elkaar gaan zitten praten ja, over ja, wat ja, anderen ja, moeten ja, doen of Ja, zo. en dat bedoel ik echt niet. Dus het kan inderdaad dat je een NGO opricht, maar je kan ook als ondernemer, als innovator, als uitvinder, als journalist. Er zijn zoveel manieren waarop je dit kan toepassen. Ja. En ben je eigenlijk bang dat dat de, zeg maar bij dat vorige boek had jij op een gegeven moment het schrikbeeld dat mensen in hun tweede huisje op Vlieland een wit wijntje zitten te sippen en, okay. en denk van nou de meeste mensen deugen geweldig uh -huh. wat zijn we toch aan het genieten en dat dit boek eigenlijk ook uh, nou ja, ik zie hier allemaal namen op de achterkant staan. Uh, overtuigend, schandenscherm. Nou, maar in ieder geval allemaal mensen dat die ook zoiets hebben van... Nou, morele ambitie. Ja, goed, dat zou anderen eens moeten oppakken. Ja. Ja. Ik doe dat al. Ja, wij zijn dat moral ambition washing gaan noemen. Je hebt natuurlijk greenwashing. En... Oh, je hebt, je hebt, je... <laughs> het is nog nauwelijks voor start. <laughs> ja. Wanneer je heeft al washing? <laughs> ja, nou, het is toe toe grappig. Je want je dit. krijgt er via LinkedIn allemaal berichten van mensen die zeggen... Ja, Rutger, dit is precies wat ik al jaren doe. Ik ben zo moreel ambitieus. En dan kijk je het profiel en dan denk je... Ja. Ja, ja, ja. ja. Um, dus, maar dat is uh... dus precies, want als ik denk aan onderbelicht, omvangrijk, oplosbaar. Ja, de werkelijkheid is dat, geloof ik, echt maar een fractie van de mensen daar echt aan voldoet. Als je heel eerlijk bent. Zeker, ja. Ja. ja, en, ja. ja Jij wil ook populair zijn. Ja. Dus je wil mensen ook niet te veel tegen de borst stuiten door het echt op te zoeken waar het schuurt, misschien. Zeker, ja. Maar ja. dat is wel ingewikkeld. als mensen uiteindelijk gewoon zo'n boek lezen en de boodschap die zij oppakken eigenlijk helemaal niet is wat ze eruit zouden moeten leren. Nee, nee. Je moet eigenlijk gaan zoeken naar de eerste stappen die mensen kunnen zetten. Dus zo simpel is het natuurlijk. Ja. Je gaat niet in één keer van 0 naar 100. Dus je hebt allerlei tussenstapjes nodig. En ik denk wel dat als je dit gaat lezen, dat je dan. En je hebt bijvoorbeeld dat gevoel van: ik zit in zo'n. Socially meaningless of useless job. Um, dat je dan gaat denken: van oké, okay, nou, um Misschien moet ik me eens even wat verder gaan verdiepen... in wat de grotere wereldproblemen zijn. Misschien als ik financieel onafhankelijk ben... kan ik een sabbatical nemen. Dat wordt is, is mijn belangrijkste advies aan veel Zuidasters. Ja. Stap even uit de rat race... en ga nadenken over hoe je het verschil kan maken. Uh, het zou ook kunnen dat je denkt... Mm, ik kan nu zelf nog niet die stap zetten... maar ik ben bijvoorbeeld heel geïnspireerd... door die mensen die loodvergiftiging bestrijden... en ik ga een serieus deel van mijn inkomen daaraan doneren. Mm -hmm. Onze vrienden van het effectief altruïsme noemen dat... Earning to give. Mm -hmm. um, dus er zijn denk ik wel allerlei eerste stappen die je kan zetten. En ik geloof dat als je eenmaal die stapjes gaat zetten, dat er dan misschien een kaskade van verandering op gang komt. Ja. Oké, okay, nou ja, dan komen we tot slot natuurlijk bij uh, waar het allemaal uh, op uh, natuurlijk allemaal naartoe leiden al. Hè? Een eigen kerk, ja. <laughs> een eigen secte. Ja. Nou, die School for Moral Ambition. Ja. Ik heb jou de afgelopen tijd niet zo heel erg veel gezien, omdat je de hele tijd ook bezig was met deze school. Klopt ja, of ja, 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 Met ja. het uh, opzetten. Ja, wat ga ja. je allemaal doen? Ja, de luisteraars van de Rudy en Freddy Show willen naar jou moeten luisteren. Nou is dat natuurlijk ook wel stiekem een beetje het geheim uh, van deze podcast. Maar ik ben blij dat ik ook een keer wat mag vertellen. Ja. <laughs> uh, wat heb ik gedaan? De afgelopen pak een beetje negen maanden inderdaad bezig geweest met het opzetten van deze organisatie. En wat we eigenlijk willen gaan doen, is uh, een beweging bouwen van mensen die uh, meer morele ambitie willen in hun leven. Dus die een grote bijdrage willen leveren aan de grootste wereldproblemen. Um, het begon eigenlijk met dat ik uh, over het boek vertelde hierboven. Uh, dus hierboven zit Momkai, het ontwerpbureau, dat de correspondent heeft ontworpen. En... Uh, uh, is opgericht door mede opgericht door Harold Dunning. Hij is ook een van de oprichters van de correspondent. Mm -hmm. En uh, zaten met uh, mensen van de uitgeverij. Zaten we na te denken over de cover van dit boek. En ja, ik liep toen al een beetje rond met het idee van ja, het is eigenlijk een beetje slap om alleen een zo'n zelfde boek schrijven van mensen moeten wat gaan doen en dat je niet zelf ook wat gaat doen en wat gaat bouwen. Mm -hmm. En, uh, en Harold zei van dat moet je gewoon doen. Uh, en hij, hij kwam met een hele pitch een paar dagen later. Een hele slide deck die er echt super gelikt uitzag. Van: Hey, ik, ik wil wel je co-founder worden. Let's go. En uh, ja, dat, dan zie je dat ambitie besmettelijk is. Of dat als je gewoon gevraagd wordt: Van Hey, waarom ga je dat niet gewoon doen? Mm -hmm. uh, dat er dan wat in beweging kan komen. En, en een tijdje later ontmoette ik Jan-Willem van Putten. Mm -hmm. Hij is een uh, ex strategieconsultant Dus helemaal de doelgroep. Uh, die het uh, maar een paar jaar heeft volgehouden als consultant. En vervolgens. Um, Sociaal ondernemer was geworden. En daarna uh, door het programma was gegaan van charity entrepreneurship. Dat is Weinstein voor deugers, waar we het net al over hadden. Um, en uh, wij raakten aan de praat. En ik was helemaal gefascineerd door wat hij deed. Hij had namelijk een stichting opgericht. die heet Training for Good. En wat zij doen, nog steeds, is dat ze tech-talent weglokken bij de grote techbedrijven. Google, Facebook, DeepMind, noem het allemaal maar op. En vervolgens naar Brussel halen om daar te gaan lobbyen voor strengere regulering van artificiële intelligentie. Is dat een goed idee? Nou, ik, ik moest meteen naar Ralph Nader denken. Weet je, het is gewoon: je lokt talent weg bij de bad guys. En je gaat voor de good guys werken. En ja, dat denk je, de good guys altijd. Hè? Dat zeker, is ja, zeker. Nou de, goed, we hebben met sociale dat zijn de media. Alle ah, we we hebben met sociale media gemerkt wat er gebeurt als je er een beetje naïef in gaat. En denkt: oh, dit is allemaal geweldig wat zulke en Belly over ons heen strooit. Zitten we nu met een generatie van drie depressieve jongeren? Um, uh, kunnen we dat misschien nu anders doen? Dus ik denk dat de belofte van artificiële intelligentie is heel groot. Maar het is wel fijn dat als er dan gereguleerd wordt, dat er in ieder geval mensen zijn die de technologie echt begrijpen ja, bij de ja, overheid. Ja. En dat was iets wat Jan-Willem zag. Is dat talent er vaak gewoon niet is bij de overheid. Je hebt niet. Of te weinig mensen die echt gewerkt hebben met de zogenoemde foundation models, zoals ChatGPT. Dus hij is dat gaan doen. Mensen gaan lokken naar Brussel. En dat bleek donders goed te werken. Dus mensen blijken gewoon bereid om hun baan op te zeggen. Als ze vervolgens met een groep van gecommitteerde, gelijkgestemde mensen van hetzelfde kaliber gaan knokken om het verschil te maken. Ja. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, kunnen we dat niet gaan opschalen? Dus kunnen we niet gewoon... Cohort na cohort van mensen weglokken bij Big Tobacco, Big Finance, Big, uh, noem het maar op. Uh, allemaal consultants, bankiers, advocaten, die het opnemen tegen uh, de tabaksindustrie, tegen de fossiele industrie, noem het allemaal maar op, gewoon om een concreet verschil te gaan maken. Uh, dus uh, ja, hij werd uh, de, de tweede co-founder. Toen dachten we alleen nog van, nou wordt het wel een beetje elitair. Morele ambitie zou een veel breder ideaal moeten zijn. En ik was al een tijdje ook geïnspireerd... door dat boek van Sheryl Sandberg. Ik weet niet of je dat kent. Uh, lean In heet dat. Dat is geen een jaar of tien geleden of zo. Nou, dat ging over hoe vrouwen het glazen plafond kunnen doorbreken. Alleen het was niet alleen een boek. Het was ook het begin van een beweging... van allemaal vrouwen die een eigen Lean In circle konden beginnen. Heel veel daarvan bestaan nu nog steeds. Dus gewoon een groepje vrouwen die samenkomt... om te gaan uh, ja, uh, nadenken over hoe ze die mannen... uit de boardroom kunnen kicken en er zelf mm -hmm. kunnen gaan zitten... En toen dacht ik, zou het niet vet zijn als wij hetzelfde doen? Um, dus dat zijn we in de afgelopen maanden aan het bouwen geweest. Samen met uh, mijn vierde co-founder, Julia van Boven. Zij is ex-bankier. Dus ben ik wel trots op. Ik heb een bankier uh, en een consultant uh, gerecruiteerd. Um, en uh, ja, wij zijn dat Moral Ambition Circles gaan noemen. Dus vanaf 19 maart, als het boek gepubliceerd is, kan iedereen naar moreleambitie.nl gaan. Ja. En de eigen. Ja, hoe zeg je dat? Kult beginnen. een Praatgroep. <laughs> leuk, leuk gewoon een klein groepje van mensen die ditzelfde gevoel hebben, van ik zou wat verschil willen maken. Ja. En ik wil gaan nadenken van wat zijn mijn talenten, wat zijn de grote wereldproblemen? Hoe match je die met elkaar? Wat houdt me nu nog tegen? Wat zijn de eerste stappen die je kan zetten? Ik ben er diep van overtuigd dat dat gewoon als je met elkaar het over gaat hebben, dat dat en de, je de eerste stapjes durft te gaan zetten. Dat het het begin kan zijn van iets veel groters. Oké, okay. en waar moeten ze dan wezen? Ja, wat ik zei: Moreelambitie.nl, iedereen okay, kan het straks ambitie, zelf beginnen. Ja. Ja. Uh, met die fellowships willen we in mei beginnen. Dus wij hebben een team van onderzoekers die heeft nagedacht: van wat zijn dan problemen die echt voldoen aan die drie O's? En. Um, wat zijn problemen waar we met een kleine groep van twaalf mensen en en heb je echt een kunnen maken? Heb je daar al een idee van wat dat gaat worden? Daar ga ik graag over vertellen. Maar oh. ik dacht, misschien is het leuk oh, om... Wat, om wat een cliffhanger. <laughs> ja, ja, ja. Oi, oi, nou, ja ik denk serieus dat, dat, dat er misschien onder de luisteraars van de Rudy en Freddy show wel wat mensen zijn die misschien willen solliciteren tegen ah, die tijd. Ja, dat zou um, ook kunnen, ja. Maar um, ja, dat willen we in mei uh, gaan doen. Oké, okay. nou ja, en het uh, seculiere evangelie wat hier allemaal bij hoort is te koop in ja. de betere boekhandel. <laughs> uh, Ook de slechter hoop ik. Ook de slechter <laughs> hoop ik, ja. Oké, okay, nou, uh, bedankt, het was leuk. Yes, ik vond het een eer en een genoeg. Het was een genoeg. Tabé. Tabé.